De leerlingen van de vierde klas van de Mulo School hebben vanmorgen hun eindexamenuitslag ontvangen. Onze nieuwsdienst is geweest naar de uitslag van de Hendrik School. De school heeft aan het begin van het schooljaar een turbulente periode gehad, merkt directeur Gusta Kesumoarso op. Toch slaagden van de 90 kandidaten 48 gelijk voor het eindexamen. 15 hebben herexamen, terwijl 25 leerlingen zijn afgewezen. Twee leerlingen hebben tijdens het examen afgehaakt. Directeur Kesumoarso zegt dat zij min of meer tevreden is met de uitslag op haar school. Maar het kan beter. Het jaar is ook turbulent begonnen. Dus we hebben echt een turbulente jaar achter de rug. De kinderen hebben zover moeten krijgen om zich toch in te zetten. Er is wel een groepje dat steeds grappen bleef maken en je bleef ze maar motiveren. En daarnet zei een van zijn juf, u hebt echt gelijk. Liever had ik naar u geluisterd, want ik heb het niet gehaald. En dat vind ik jammer, want je blijft maar praten en je blijft maar praten. Je stimuleert ze of je motiveert ze van ga naar de klas en ga dat ding maken. Want ze baalden van steeds examenwerkjes maken. Het is toch hetzelfde, want ik sta gemiddeld SO goed. Maar ik heb ze ook steeds gezegd, je weet niet hoe de bal rolt. Het kan alle kanten op. En dat heeft ze gewreekt. En vandaar dat ik toch een grote groep afgewezen kandidaten heb. En het is diezelfde groep van vorig jaar die we toch een kans hebben gegeven. En dan denk je van, joh, nou, ik heb al kans gehad. Laat me toch inzetten. Maar tja, sommige kinderen zijn echt koppig. Ondanks er zoveel afgewezen kandidaten zijn, is de directeur toch positief gestemd dat er nog leerlingen waren die hun beste beentje hebben voortgezet. De directeur vertelt welke leerlingen als best geslaagden uit de bus zijn gekomen dit jaar. Ik heb de best geslaagde van de B is Amir Shafiq. En van de A is het Alia Ho van 4A3. Ze krijgen ook een geschenk van de school als ze voor een bepaald vak een 9 hebben behaald of het best hebben gewerkt. En dan zien we dan dat Lee het best gewerkt heeft voor de vakken wiskunde, natuurkunde, aandrijkskunde. Alia, die ook best geslaagd is van de A, heeft ook het beste resultaat in de vakkencombinaties rekenen, wiskunde en boekhouden, handelskennis. Amir is de best geslaagde van de B. Hij heeft ook het hoogste cijfer behaald voor de vakken geschiedenis en biologie. En het meisje Tuart heeft het beste resultaat voor Nederlands. Pabiro Di Medio is een tweeling. Jamir heeft het beste resultaat in Engels, of voor het vak Engels. De Oliviera Farias Rafaela voor Spaans. En tekenen Shen Siyang Joshua. Ze hebben allemaal het cijfertje 9. Gusta Kesumoarso, directeur van de Hendrik School. Van de 90 examenkandidaten zijn 48 leerlingen gelijk geslaagd. 15 hebben herexamen en 25 leerlingen zijn afgewezen. De overal uitslagen van het MULO zijn nog niet vrijgegeven door het ministerie van Onderwijs.